Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gasten vandaag zijn Bjorn Anseu, hij is Kamerlid voor N-VA, en Axel Ronsen, Vlaams parlementslid voor N-VA. Welkom, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Anseu, het loonakkoord, dat is wel het akkoord waar u argusogen voor open houdt, waar u een aantal opmerkingen al hebt geformuleerd. Wat zit er voor u eigenlijk structureel mis in dit loonakkoord? Ja, ik ben eigenlijk ontzettend teleurgesteld in dit loonakkoord, want wat zit er mis? Dat is één iets, maar het tweede, minstens zo belangrijk, is wat zit er eigenlijk niet in? Want deze federale regering, de CRO, ja, die gaat er prat op dat ze werk wil maken van een werkzaamheidsgraad van 80%, maar in de feite zien we eigenlijk alleen maar maatregelen, ook in dit loonakkoord, maar bijvoorbeeld ook 2 maanden terug, toen de welvaartsenvelop werd onderhandeld, maatregelen die er alleen maar voor zorgen dat steeds minder mensen aan de slag geraken en blijven, in plaats van meer mensen aan de slag te krijgen. Twee, wat zit er niet in? Ja, dat is die eerste activerende maatregel van de regering De Croo. Dat is denk ik een van de best bewaarde geheimen van de wetstraat, want er is nog geen enkele genomen, zelfs niet wanneer de Vlaamse regering inderdaad ook vraagt om werk te maken van het asymmetrisch arbeidsmarktbeleid. Dat is ook een principe dat is ingeschreven in dat federale regeerakkoord, waarbij je perfect vanuit die federale overheid ondersteunend kunt werken naar de verschillende regio's om daar beleid op maat te kunnen voeren. Maar ook daar krijgt die Vlaamse regering nog altijd nul op het rekest natuurlijk. Is dat zo, meneer Ronsen? Valt dat tegen? Ja, en het is heel bizar, want in het Vlaams parlement pleiten wij schouder aan schouder met Open VLD en CD&V voor bijvoorbeeld een verplichte inschrijving van mensen die tijdelijk werkloos zijn, voor een ambitieuzere reïntegratie van mensen die langdurig ziek zijn. Minister Krevits, die is daar ook heel duidelijk over, krijgt telkens nul op het rekest. En als we dan naar de Kamer kijken, dan zien we dat VLD en CD&V zeer stil zijn, terwijl de enige collega die de Vlaamse noodzakelijke maatregelen in de Kamer op tafel legt, collega Bjorn Anseus, die staat daar eigenlijk moederziel alleen, terwijl op Vlaams niveau Open VLD en CD&V zich ook op de borst kloppen. En dat vind ik onvoorstelbaar jammer, want dit zijn echt gemiste kansen. Hè. We gaan nu naar een economische groei. Elk bedrijf dat je ziet, zegt van ik zoek mensen, ik wil mensen aanwerven. Medewerkers lopen ook soms op de toppen van hun tenen. Maar de grote bottleneck zit hem in de vacatures die niet ingevuld geraken. En dat komt omdat er onvoldoende activerende maatregelen zijn. Meneer Anseu, u noemde het loonakkoord ook al heel duur. Wat zijn de aspecten die het duur maken? Wel, twee zaken. Enerzijds zie je eigenlijk vooral maatregelen die mensen sneller uit die arbeidsmarkt duwen. Als we kijken naar die 55-plussers, die krijgen nu toch een vrij hardvochtige boodschap van u bent eigenlijk niet zo hard meer nodig. Terwijl die heel wat kennis, kunde en ervaring hebben. Maar natuurlijk, als je die uit die arbeidsmarkt duwt, dan zijn dat minder schouders die sociale zekerheid moeten dragen. Dus moet er extra belastinggeld van die belastingbetaler. En laat ons eerlijk zijn, dat is in dit geval ook vooral de Vlaamse belastingbetaler worden bijgepast om bijvoorbeeld die sociale zekerheid op niveau te houden. Anderzijds zie je ook dat men de minimumlonen heeft verhoogd. En natuurlijk vind ik en vindt de N-VA dat die minimumlonen op het einde van de maand, dat mensen inderdaad meer moeten kunnen overhouden. Maar dat doe je niet door die bruto loonkost te verhogen, waardoor je net die jobs voor die meest kwetsbare jongeren op onze arbeidsmarkt uit de markt te prijzen ten opzichte van het buitenland. Dat doe je eigenlijk door als overheid solidair te zijn met die jongere werknemers en ook met die werkgevers, door die loonkost te verlagen. Maar men doet dit hier nu niet. En dus, oké, die jongeren krijgen nu een hogere minimumloon, alleen vertelt de regering er bijvoorbeeld niet bij dat steeds minder jongeren dat hogere loon zullen krijgen, want die jobs zullen de eerste zijn die zullen verdwijnen. En dus dat betekent dat je met de versoepeling van het brugpensioen bijvoorbeeld, men zegt dat daar niet wordt aan geraakt, maar dat klopt natuurlijk niet, dat wordt wel degelijk versoepeld. Nieuwe loonkostsubsidies die kosten geld, versoepelen van die landingsbanen en tegelijk het uit de markt prijzen van die jobs voor onze kwetsbare jongeren, vaak kortgeschoolde jongeren, dat maakt dat minder mensen aan de slag zijn, maar vooral dat er meer uitkeringen moeten worden betaald door steeds minder mensen. En het zal die Vlaamse belastingbetaler zijn die inderdaad heel wat extra geld zal mogen ophoesten voor een beleid waar hij niet eens voor gekozen heeft. Hoe had men het dan wel moeten aanpakken? Ja, men had eigenlijk moeten luisteren en kijken naar wat die regering Jan Bon in Vlaanderen wil doen. Hè. Het gaat inderdaad over meer mensen aan de slag krijgen. Dat doe je door die loonkost te verlagen, niet door die te gaan verhogen wat vandaag gebeurt. Dat doe je inderdaad door oog te hebben voor die langdurig zieken, door werk te maken van werkbaar werk, door vooral
die oudere werknemers met heel veel ervaring niet uit die arbeidsmarkt te duwen. Dat zijn een aantal zaken die je kunt doen. Je kan ook kijken naar die werkloosheidsuitkering. Hoe kun je die activerender maken? De vorige regeringen hebben daar werk van gemaakt om die activerender te maken, om die degressiviteit te versterken. Zelfs de regering Di Rupo had de moed om dat te doen. Die hebben dat eigenlijk in gang gezet. De regering Michel 1 is op dat pad verder gegaan en fors verder gegaan. En nu zie je dat dat stuk voor stuk maatregelen zijn die zelfs worden teruggedraaid. Dat is bijzonder kwalijk natuurlijk. En dus men had net het tegenovergestelde moeten doen van wat men nu eigenlijk doet. Meneer Ronsen, in Vlaanderen inderdaad streeft men naar die 80% tewerkstellingsgraad. Daar is de regering enorm sterk mee bezig. Zijn er maatregelen die de Vlaamse regering kan nemen zonder dat de federale regering dat eigenlijk zo kan bemoeilijken? Wel, de Vlaamse regering heeft eigenlijk al bijna alle mogelijke maatregelen die ze kan nemen uitgerold. Ik ga een paar voorbeelden geven. Eén, de VDAB. Tot voor 2019 mocht de VDAB decretaal enkel mensen die uitkeringsgerechtigd werkloos zijn begeleiden richting werk. We hebben een nieuw VDAB-decreet uitgetekend dat de VDAB toelaat om ook mensen die langdurig ziek zijn, maar zelfs mensen die niet uitkeringsgerechtigd zijn, toe te leiden naar werk. Om ervoor te zorgen dat de VDAB eigenlijk zoveel mogelijk mensen die inactief zijn kan helpen. De VDAB doet dat trouwens niet alleen, maar met tal van private spelers die hen daarin begeleiden en gespecialiseerd zijn. Twee, we hebben op Vlaams niveau recurrent vanaf volgend jaar 350 miljoen euro voorzien om de laagste lonen te verhogen netto, zoals collega Anseu zegt. De jobbonus. Het is dus de bedoeling dat mensen laagste lonen 600 euro netto meer verdienen per jaar. We zijn dat nu aan het uitwerken, maar het federaal heeft alles en zal tegengas gegeven. Eén, door de uitkeringen te verhogen, want daardoor maak je het effect van zo'n jobbonus al voor ze geboren is een stukje teniet. Maar twee, we zijn er helemaal nog niet zeker van hoe federaal dat fiscaal zal gaan behandelen, die jobbonus. Stel u voor dat men dat dan nog eens zou gaan belasten, dan zou dat al helemaal een pijnlijke zaak zijn. Dus op vlak van tijdelijke werklozen, we zitten toch met een aantal mensen die tegen wil en dank, voor alle duidelijkheid, al maanden in de inactiviteit zijn geduwd door corona. We willen met de VDAB veel sneller en korter op de bal spelen om die mensen stages aan te bieden, opleiding aan te bieden, noem maar op. Een beetje zoals in Zwitserland, waar men die mensen eigenlijk echt heel boeiende trajecten kan geven. Ja, minister Dermagne weigert keer op keer om ervoor te zorgen dat wie intensief tijdelijk werkloos is, verplicht moet ingeschreven zijn bij de VDAB. Want dan laat de VDAB toe om heel kort op de bal te spelen. Ik begrijp dat niet, terwijl zelf de linkerzijde in het Vlaams parlement zich achter die maatregels schaart. Dus het is eigenlijk de PS die zegt, een hele grote groep mensen in Vlaanderen, we gaan de VDAB niet toelaten om korter op de bal te spelen. Als ik dan vraag aan Krivits of de Forum of Actiris iets doen met hun tijdelijke werklozen, of zij die mensen contacteren, dan zegt ze, nee, dat is een ander beleid daar. Dus ik denk dat dit echt te gek aan het worden is voor woorden wat hier aan het gebeuren is. Meneer Anseu, u verwees al naar die landingsbanen. U zegt, ja, dat geeft het signaal dat mensen om vanaf 55 jaar niet meer welkom zijn. Er zullen er toch ook zijn die argumenteren dat het net makkelijker maakt om die mensen nog langer in dienst te houden in plaats van hen zonder meer aan de kant te schuiven. Die landingsbanen kunnen toch soms ook interessant zijn of is dat verkeerd uitgewerkt daarvoor? Als je natuurlijk, de ene 55-jarige is natuurlijk niet de andere. De ene job is natuurlijk niet de andere. Wat je moet doen voor die ouder werknemers met heel wat relevante ervaring, dat is ook wel oog hebben. Dat moet je voor elke werknemer hebben, maar zeker voor die groep mensen moet je echt wel oog hebben, ook voor werkbaar werk. En dat is inderdaad een van de zaken waar ook die Vlaamse regering wil op inzetten, maar waar die federale regering eigenlijk stokken in de wielen steekt. En dat gaat niet alleen over werkbaar werk, dat gaat bijvoorbeeld ook over het activeren van langdurig zieken. De Vlaamse regering wil daarop inzetten, maar de sleutel om die trajecten op gang te brengen, gezien de toch wel versnipperde bevoegdheden, die ligt nog altijd federaal. Als de vraag wordt gesteld aan minister Dermagne om daar werk van te maken, ja, dan blijft het oorverdovend stil. Als het gaat inderdaad over tijdelijk werklozen in die coronaperiode, men
heeft eigenlijk op federaal niveau beslist dat men zich niet meer verplicht moet inschrijven bij de VDAB als men tijdelijk werkloos is, waar dat voorheen wel het geval was. Wat natuurlijk de VDAB de kans ontneemt om met die mensen echt aan de slag te gaan, kort op de bal te spelen, zoals Axel aangeeft. En zo zijn er heel wat sleutels van het Vlaamse beleid die eigenlijk nog altijd op dat federale niveau zitten. En als Dermagne natuurlijk, die een notoire PS'er is, en het blijkt toch wel in de feiten dat de PS hier echt wel de lakens uitdeelt in de regering, maar als die telkens maar nul op het rekest geeft, dan is het ontzettend moeilijk werken natuurlijk. Maar ondanks alles boekt die Vlaamse regering wel heel mooie resultaten. Maar als het gaat over die oudere werknemers, die landingsbanen vanaf 55 jaar, om dat veralgemeend te gaan uitrollen, dat is eigenlijk echt wel te gek voor woorden. Je moet vooral inzetten op werkbaar werk. En op die manier kun je, zoals in heel veel andere Europese landen, een hoge werkzaamheidsgraad bij ouderen hand in hand laten gaan met een hogere werkzaamheidsgraad bij jongeren. Want dat is ook een van die fabeltjes die wordt verteld. Dat is dat die ouderen dan maar plaats moeten maken voor die jongere werkloze werkzoekenden. Ja, dat is compleet achterhaald. Dat stamt eigenlijk uit een periode, 45, 50 jaar geleden, waar er helemaal geen krapte was op de arbeidsmarkt. Dat is vandaag nu wel even anders natuurlijk. Die krapte, dat is ook inderdaad iets wat opvalt, meneer Ronsen, want er is een werkloosheidsgraad van om en bij de 6% in Vlaanderen. En toch klagen heel veel ondernemers, echt een hele grote groep, dat ze geen mensen vinden. Waar situeert zich daar het probleem? Want dat lijkt toch wel een contradictie te zijn. Ja, het is inderdaad zo. Het juiste woord vind ik altijd een mismatch. Hè? Want er zijn op vandaag wel nog inactieven, maar er is een mismatch tussen vraag en aanbod. Dat is een heel groot probleem. Wat zijn mogelijke oplossingen om dat probleem aan te pakken? Ja, één op de lange termijn en de meest duurzame is natuurlijk onderwijs. En ervoor zorgen dat meer mensen inzien dat een technische richting ook perspectief biedt op een zeer mooi zeer mooie jobinvulling, noem maar op. Maar op de korte termijn, en hier moeten we nu zeker op focussen, zijn er andere zaken nodig. Dat is één bijvoorbeeld, wat de collega Anseo zegt, oudere werknemers niet laten vallen en die mensen gaan investeren, nagaan of ze naar andere sectoren kunnen toegeleid worden, of ze desnoods kunnen reskillen. Via VDAB. We hebben daar ook op Vlaams niveau zeer veel middelen voor uitgetrokken. Maar goed, als men op federaal niveau beslist om het brugpensioen te gaan versoepelen, terwijl wij net op Vlaams niveau met de regeringspartners akkoord waren om dat te laten uitoven. Hè? Uitoven. Hey, men triomfeert nu vanuit de VLD dat ze zeggen we hebben het op 60 kunnen houden. Maar eigenlijk was het een deal, Vlaams, dat we het zouden laten uitoven. Dus wat collega Anseo zei, kijk vooral wat er niet in het akkoord zit. Dat is een van de dingen die er niet in zit. Ja, dat is een drama, hè. Want hoe krijg je nu iemand die op SWT zit, die een werkloosheidsvergoeding krijgt en een toelage van zijn bedrijf, nog gemotiveerd om voor misschien 10, 15 euro extra, soms zelf minder door de fiscale perversieën die er zijn, nog gemotiveerd om zo'n traject af te leggen. Dat is doodjammer. En dat ligt niet aan die mensen, voor alle duidelijkheid. We moeten ook durven de werkloosheidsuitkering in de tijd gaan beperken. Hè. Dat is nog zoiets waar de sleutel federaal is. We zien bijvoorbeeld, ik woon in Kortrijk, we zien dat Noord-Fransen zeer gretig zijn om hier in West-Vlaanderen te gaan werken. Ja, dat komt omdat die werkloosheidsuitkering daar ook op een totaal andere manier geregeld is. Wij kunnen hier heel goed heel wat mensen uit Henegouwen bijvoorbeeld gebruiken. We zien dat het aandeel mensen die uit Henegouwen komt naar de streek hier in Zuidwest-Vlaanderen aanzienlijk minder is dan het aantal Noord-Fransen. Ja, dat komt natuurlijk door die werkloosheidsuitkering die niet in de tijd beperkt is. Dus er zitten een aantal heel concrete sleutels die op federaal niveau zitten, die ervoor zorgen dat die mismatch in stand blijft gehouden worden. En dat is eigenlijk iets wat ik doodjammer vind, want dat zal ten koste gaan van de sociale zekerheid en van de zwakkeren in de samenleving. En dat mogen we nooit laten gebeuren. Iets waar ik in eerste instantie eigenlijk geen mismatch zie, is of zijn de regeerakkoorden. Het Vlaams regeerakkoord zegt heel duidelijk de werkstellingsgraad van 80%, maar ook het federale regeerakkoord streeft naar meer tewerkstelling. Dus dat zou toch moeten overeenkomen, meneer Anseo?
Ja, op papier komt het inderdaad overeen, maar in de feiten zien we keer op keer dat alles wat die federale regering doet op vlak van arbeidsmarktbeleid zijn maatregelen die er net voor zorgen dat ouderen sneller uit die arbeidsmarkt worden geduwd, dat het voor jongeren moeilijker wordt om een job te vinden en dat er meer uitkeringen moeten worden uitbetaald. En het zijn allemaal mooie woorden in dat federale regeerakkoord, maar gisteravond nog maar heeft die federale regering haar definitieve goedkeuring gegeven aan zowel de welvaartsenveloppen, waarin ook die werkloosheidsuitkeringen niet alleen de laagste, maar zelfs ook de hoogste zeer sterk stijgen, waardoor het verschil tussen werken en niet werken kleiner wordt, maar ook aan dat loonakkoord waar het de voorbije weken over ging. En dus daarmee heeft eigenlijk premier Alexander De Croo zijn regeerakkoord voor eens en altijd dood en begraven als het gaat over arbeidsmarktbeleid. Want het is nog altijd zoeken als naar een naald in een hooiberg als we zoeken naar die eerste activerende maatregel van de regering De Croo. Ik denk nagenoeg elke week in de plenaire vergadering bevraag ik minister Dermagne daarover van: hoe zul je er nu eigenlijk voor zorgen dat die werkzaamheidsgraad in dit land stijgt naar 80%? Op welke manier wil je inderdaad dat asymmetrisch arbeidsmarktbeleid op maat van Vlaanderen, op maat van Wallonië, want ook zij hebben specifieke noden, hoe wil je dat vorm gaan geven? Het blijft altijd keer op keer oorverdovend stil. En dus ja, het verhaal van dat federale regeerakkoord is van: luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden. Waar de Vlaamse regering wel degelijk bijzonder consequent handelt, in functie en in het kader van dat Vlaamse regeerakkoord. Maar dus in de feiten is er wel een grote discrepantie tussen die regeerakkoorden. In de woorden niet, dat klopt. Meneer Ronsen, we zien dan inderdaad dat er vanuit Vlaanderen hard wordt gewerkt. Die Vlaamse regering telt twee partners, CD&V, Open VLD, die ook in de federale regering zitten. Kunnen zij dan niet meer voor een hefboom zorgen dat het toch meer overeenstemt? Goh, ik zie mijn collega's van CD&V en Open VLD in het Vlaams parlement week na week ongelukkiger worden. Ook minister Krivits gevoelt dat zij minder en minder goed in haar vel zit richting dat federale niveau. Ik herinner mij op het moment dat Vivaldi tot leven werd geroepen. Zeiden ze, ja, nu is het allemaal opgelost. Asymmetrisch beleid. En week na week ook stel ik net als collega Anceo in de plenaire vragen over waar blijven die flankerende maatregelen die we trouwens in het Vlaams regeerakkoord, dat is vrij uniek, hè. We hebben in ons Vlaams regeerakkoord een passage waarin we expliciet verwijzen naar noodzakelijke federale maatregelen, waar dus VLD en CD&V zich ook verbonden hebben om dat op federaal niveau te gaan waarmaken. Maar keer op keer zien we dat de regering De Croo 0,0 op het rekest geeft. En we voelen toch wel dat daar de spanning wat begint op te borrelen en dat de illusie van een Vivaldi ook bij hen meer en meer doorprikt wordt. Althans, dat hoop ik. Is dit het zoveelste voorbeeld van een beleid dat te veel opgesplitst is, waar inderdaad een deel bij Vlaanderen zit, een deel federaal, en het daardoor niet goed gaat, en waarbij de N-VA dan zal zeggen, ja, dit is het zoveelste stuk wat bij een volgende staatshervorming moet duidelijk verder geregionaliseerd worden? Wel, ik denk dat er weinig beleidsdomeinen zijn die zo mooi aantonen dat het confederalisme brood nodig is. Hè. Zoals collega Anceo zei, in Wallonië kijken ze ook naar oplossingen. Daar kijken ze op een heel andere manier. Hè. Daar zeggen ze bijvoorbeeld, we gaan de krapte op de arbeidsmarkt oplossen of we gaan de werkloosheid oplossen door jobduurvermindering in te voeren, hè. Dus door een kortere werkweek. We gaan de robotisering tegengaan door een robottax in te voeren. We gaan de werkloosheid nog een keer extra oplossen door via de overheid jobs te creëren, de zogenaamde subsidiejobs. Ja, dat is hun goed recht, maar dan toch met hun eigen centen. En laat ons dat beleid dan toch volledig splitsen, zou ik zo zeggen. Meneer Anceo, u noemde het, ik zei het al, een duurloonakkoord. Maar u verwees ook, als ik even teruggrijp naar wat u daar straks zei, u verwees ook, ja, zorg ervoor dat die kost voor de lagere lonen, voor de jobs die met die minimumlonen werken, dat die niet stijgt. Had men dan moeten gewoonweg meer vrijstelling geven, meer netto loon geven, hoewel dat ook geld kost aan de overheid?
Ja, maar er is een verschil tussen een kosten en een investering natuurlijk. Als je middelen uitgeeft of minder middelen binnenkrijgt, omdat je een maatregel neemt die bijzonder activerend werkt, dat is trouwens wat de regering Michel 1 volop heeft gedaan. Die heeft inderdaad met die tax shift, die eigenlijk een tax cut was, ervoor gezorgd dat heel wat meer mensen aan de slag konden, dat er heel wat meer private jobcreatie was, waar deze regering, of toch minstens de partijen die daar nu de plak in zwaaien, en dat zijn niet die Vlaamse regeringspartijen, dat mag duidelijk zijn, want die kunnen inderdaad geen vuist maken op dat federale niveau. Ja, deze regering zet eigenlijk vooral in op het versterken van uitkeringen. Dus je moet een onderscheid maken tussen een kost, dat is geld dat je kwijt bent, en een investering. En investeren in activerende maatregelen, dat moet je als overheid zeer zeker doen. En dan pas ben je echt solidair met die werkzoekenden. Dan pas ben je echt solidair met die werkgevers die jobs creëren in dit land. Dus het ene is het andere niet natuurlijk. Men moet inderdaad die loonkost doen dalen. En zeker niet, zoals vandaag gebeurt, het tegenovergestelde doen, namelijk die verder en sterker laten stijgen dan in de ons omringende buurlanden. Want ik zeg het, het zijn dan die jobs voor die meest kwetsbaren op onze arbeidsmarkt die verloren zullen gaan. En ik begrijp het echt niet, want de Alexander De Croo van de regering Michel 1, ja, die zou dit loonakkoord nooit hebben goedgekeurd natuurlijk. Maar wat Paars-Groen nu doet, is eigenlijk onze toekomstige generaties opzadelen met de factuur om vandaag de volksgunst af te kopen met zogezegde maatregelen die de koopkracht zouden moeten versterken, maar die er eigenlijk alleen voor zorgen dat die sociale zekerheid steeds minder betaalbaar wordt. Als je er kunt voor zorgen dat meer mensen aan de slag zijn, dan is een logisch gevolg dat het veel makkelijker is om die lasten op arbeid te doen dalen, want je hebt meer mensen die bijdragen op dat ogenblik. En dat is eigenlijk, ja, dat is een kwestie van communicerende vaten. En dus moet je dat evenwicht verschuiven van minder mensen aan de slag, meer uitkeringen betalen, naar meer mensen aan de slag, minder uitkeringen betalen. En als dan meer mensen aan de slag zijn, dan is het eigenlijk vrij eenvoudig om die lasten op arbeid te doen dalen. En dat is eigenlijk een beweging die je op gang moet zetten, maar vandaag gebeurt net het tegenovergestelde. Meneer Ronsen, u verwees ook al naar onderwijs. Zijn er mogelijkheden dat onderwijs nog nauwer gaat samenwerken met de ondernemerswereld? Dat mensen veel meer de kans krijgen om op de werkvloer een job te leren? Ja, absoluut. De vorige legislatuur hebben we daar een hele grote stap in gezet. Het duaal leren voor jongeren die school moet zijn, maar niet leer moet zijn. En dat zijn er heel wat. Die zeggen van, ik leer liever eigenlijk mijn diploma halen door een combinatie te doen van werken en leren. Dat laat heel wat bedrijven toe om mensen op de werkvloer op te leiden. Het zijn vaak ook heel gemotiveerde werknemers. Dus dat is een hele goede maatregel, die wordt nu uitgerold. Maar ik vind ook op niveau van hoger onderwijs dat bijvoorbeeld de mobiliteit tussen onderzoekers en de private sector, dat we daar ook wel nog wat kansen hebben om die te verhogen. Dus er zijn daar wel nog een aantal quick wins die we zeker kunnen halen. En dan is er ook, ja, een betoog die al lang bestaat, maar de zogenaamde stemrichtingen, science, technology, engineering, mathematics, is het juist? Ja, zeker. Dus dat is ook iets wat we in de hoofden van de mensen echt wel heel duidelijk moeten maken, dat die zaken perspectief geven op een mooie toekomst. En dat is een campagne die we moeten blijven voeren. Ik denk dat het duidelijk is, heren, dat er nog heel wat werk aan de winkel is, om het dan zo te zeggen, om te zorgen dat meer mensen aan de slag te kunnen en dat vanuit Vlaanderen heel wat pogingen worden ondernomen die federaal spijtig genoeg afgeblokt worden. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie tijd om dit even uit te leggen in onze podcast. Dankjewel, meneer Ansé. Dankjewel, meneer Ronsen. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. En uw beste luisteraar, u weet, wij blijven wel aan het werk om dit nieuws naar u te brengen. Blijf dan zeker ook luisteren naar onze podcasts en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.